een hele goede middag. Ik ben Jenno. Ik ben Jolien. Ja, en onze Jules is weg. Yes. Hij is alleen op stap. Hij is gaan feesten. Is ja. Hij is inderdaad naar een schoolfeest hè, van de neefjes van hem. De mama van Jolien die is er eigenlijk, moest er eigenlijk vooral zijn. En wij zaten hier over onze oren in het werk. En ze zei van kom, we gaan hem meenemen. Het ging echt ook niet meer. Het was heel druk vandaag. En we zijn ook wat blij dat de mama van Jolien de zorgen overneemt. Yes. En dat het dan ook allemaal goed is. Nu is het eigenlijk rustig. Maar we gaan ook al na het einde van de dag. Het is nu 4 uur. Dat is eigenlijk zo het 4 uurtje. Hè. Dus mensen komen dan voor pannenkoekentaart. En dat is altijd afhankelijk een beetje ook van het weer. Het heeft net geregend, dus ik weet niet of mensen nog goesting gaan hebben om buiten te komen. In ieder geval, we hebben onze peer al afgezien, dus ze hoeven niet meer te komen van mij. Het mag rustig blijven. En dan hebben we ook eens tijd om wat bij te werken, nu dat Jules er ook niet is. Want anders ja, zouden we nu met Jules aan het spelen zijn en aan het doen zijn. En nu hebben we even tijd voor wat anders. En Jolien, die is aan het bakken geslagen. Yes. Jij hebt hier een hele mooie deeg. Ik denk dat dat voor wafels is. Ja, dat is mijn wafel. Voor in het wafelijzer ja. Daar. Ja. Ja. Het is een heel speciaal wafelijzer. Ik heb het een paar dagen geleden ook al een keertje uitgetest. Ja. Dus je doet het eigenlijk gewoon van boven ja. Het deeg in. Ja. En dan doe je dat. Dan loopt dat daarin. Maar je moet niet meer open doen dan. Hè? Dan moet je het niet meer open doen. Dus dicht laten. Ja. Vol is vol. Dan loopt het er anders in dit opvangbakje, yes. Denk ik. En als dat klaar is, dan piept die, dan doe je hem open en dan komt er een mooie wafel uit. Weet je die omdraaien zo? Nee, omdraaien hoeft niet. Gaat ook trouwens. Zonder, hè? Ja. Ja, in ieder geval leuk. Maar dan moet die toch wel lopender zijn dan dat. Toch? Ja. Dan doe je daar nog een beetje melk bij of zo. Yes. Ah. Ik heb de tijd genomen. Ik ga nu de tijd nemen om wat te monteren. Computerwerk te doen is ook weer belangrijk. Dus we hebben sowieso wel ons werk hoor. Ook als het hier rustig is in de zaak, hebben we nog heel wat andere dingen om te doen. Denk maar bijvoorbeeld aan computerwerk, maar ook bijvoorbeeld bestellingen nog nieuw maken, leveranciers nog opbellen, een paar reserveringen nog klaar te zetten voor morgen. Morgen wordt ook weer een drukke dag. Dus nee, we weten wel wat te doen. Mocht je trouwens wel langskomen, het kan altijd. We zitten in Lille, in de Kempen. Klein dorpje, Geotie, Rechtestraat 18, voor als je wil komen. En iedereen is welkom. We hebben lekkere smoothies, lekkere pannenkoeken, lekkere wafels. We hebben zelfs voor mensen die een glutenintolerantie hebben of allergie, hebben we ook een aparte bijkeuken, een apart oventje, een aparte pan. Voor glutenvrije zaken, ook lactosevrije mensen, vegans zijn hier welkom. Enfin, de hele riemram. En als je speciale allergieën hebt en zo, ook dan kan je gewoon een mailtje sturen of een belletje doen. En dan zorgen we dat dat er aanwezig is bij ons. We zijn open van vrijdag tot zondag. Ja. En dat telkens van 's morgens tot 18:00 PM. Ons reclamemomentje hebben we nu ook weer gehad. En we kunnen weer verder. Ik ga nu dus computerwerk doen zoals ik al zei. En daarna rustig aan de zaak afsluiten. Lukt het hier met de wafels? Ja, er waren er wel een paar mislukt, maar nu heb ik het wel beet, denk ik. Tada! Kijk het valt eruit. Ja, ziezo. En wat doe je hier met dat choppetje? Opeten. Opeten? Ja, ah. Het is wel heel warm. Het is heel grappig, want het zit al zo lang het dingetje in. Ha, ha, ha. Ja? Allee, vooruit. Laat u gaan, hè, wafelvrouw. Je hebt een liedje. Ik ben met Katootje naar de botermarkt gegaan. Zij kon maken wat ze wou, zij kon maken wat ze wou. En ze maakte van boter en dan kwam het. En dan volgens mij is dat zo'n heel lang liedje. Hè? Dan komt de pad. Wacht, ze maakte van boter. Het begint met... Wacht, hè. Het begint met de koster, denk ik. In de kerk. Nee, dominee. En ze maakte van boter een dominee pardoes. In de kerk zit de dominee. In de kerk zit de dominee. En dan gaat dat zo verder, allemaal personages die dan de revue passeren. En je hebt ook een wafelvrouw die erin zit. Dat is goed, hè? Ja. Lekker, hè? Met je paarden zo, lekker. De wafelvrouw zegt, kom maar binnen, zegt de wafelvrouw. Kom maar binnen, zegt de wafelvrouw. Gewoon een beetje wafel als wijfje. Dan gaat het verder naar de barones en ook de kastelein. De pianist, lekker spelen, zegt de pianist, lekker spelen. En dan, wat heb je dan nog? Je kan eigenlijk van alles verzinnen, hè. Je hebt er al heel veel variaties op. Maar het kan dus gemakkelijk zijn dat als je dat liedje helemaal gaat doen, hè, want het komt, dus je begint iedere keer
vanaf van tevoren weer. Ja, dus iedere keer weer een nieuw personage. Zo weet je, ik ga op reis, ik neem mee en bla 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 bla. En dan komt er weer iets nieuws bij. En dan weer de volgende. En dan weer bla 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 bla. En dan weer de volgende. En zo kan dat treintje echt super lang duren. Waardoor dat je op de duur een super lang liedje hebt. En ja, dat is best wel grappig eigenlijk. Hè. Wat zegt de barones? Ik heb het liedje ooit al eens gezongen bij jou. Hè? Geen idee. In de serre, zei de barones. In de serre, zei de barones. Eerst betalen, zei de kastelein. Eerst betalen, zei de kastelein. In de suite, zegt de bar... Ah, de suite, zegt de barones. Het is in de suite, zegt de barones. Ja, in de serre, dat weet ik eigenlijk niet wie dat dan zegt. Nou ja, goed. Nogmaals, er zijn heel veel variaties op dit liedje, dus... Je kan hier niet goed of fout bezig in zijn. En die kutvliegen, die zijn er ook weer. Oh, nu vloek ik in de boek. Snap, het is donker geworden. Oei, wat is dat? Ah, dat is een... Als mijn batterij kritisch leeg, bijna kritisch leeg is, dan krijg ik blijkbaar zo'n... melding. Die had zo ergens. Zo, de zaak is al een tijdje afgesloten. Jules ligt ook al in zijn bed boven. En nu wij nog. Het is druk geweest. We hebben even wat gegeten. We zijn met Jules bezig geweest. Dan raakte ik moeilijk in slaap. Dus dan is dat toch ook wel weer een half uurtje dat hij in beslag neemt. Of soms langer, een uurtje. Ik weet niet hoe lang dat we deze keer bezig hebben gezeten. Toch wel best lang. Ja. Soms is dat geweest. Hè. Dan raakt dat moeilijker in slaap. Dan raakt onze baby moeilijker in slaap. Hè. Maar hij is wel heel flink geweest vandaag. Hoor. Want hij heeft natuurlijk bij de oma geweest. En heeft dan het schijnt heel veel gelachen en veel plezier gemaakt. Dat is wel fijn om dat te horen eigenlijk. En nu nog naar boven. Jolien zit nog in bad, want zij had daar nog niet gewassen vandaag. Had ze daar nu eindelijk tijd voor. Ik ga straks ook nog even douchen en dan het bed in. Oeh, dat is er genoeg geweest. Bedankt om te kijken naar deze video. Het was een korte video, maar we gaan het goed maken. Want er komen nog leuke video's aan. We kunnen er al morgen mee starten. Ja, tot morgen.